Het is zaterdag en ik heb me zo verveeld deze week door die buikgriep. En natuurlijk ook omdat we in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. We hebben geen klachten, dus we mogen gewoon naar buiten. Maar ja, je bent toch een beetje huiverig en voorzichtig. Ben ik vanochtend naar de IKEA geweest om mijn gamekamer een beetje te fixen eigenlijk. Want het is sinds we hier wonen nog nooit echt super mooi geweest. En dat ga ik dus nu hopelijk fixen. Ik heb daar kasten gekocht voor daar. Die ga ik nu op stream in elkaar zetten. En daar heb ik best wel zin in eigenlijk. Het weekend is voorbij en ik ga jullie even laten zien hoe de kasten zijn geworden. En ik heb ook het bureau meteen kunnen fixen, dus dat ga ik je ook laten zien. Oké, het is dus nog niet opgeruimd. Maar de kasten staan en ze zijn iets groter dan gepland. Maar het geeft me wel heel veel opbergruimte. Dus al deze zooi kan er straks in. Dit ben ik ook van plan op te gaan ruimen. Dus dit gaat weg. Wil ik daar een plant of een bank? Maar goed, het bureau. Want kijk niet naar de cable management, want die moet nog gedaan worden. Maar dit ziet er toch al zoveel beter uit. En hier staat dan mijn pc op deze bureautje. En ik ga dit ook even laten zien. Want kijk, ik heb nu dus een hoogteverstelbaar bureau. En dat is echt ideaal als je zwanger bent. Ja, ik zou het niet kopen als het niet mijn werk was ook. Maar ik heb gisteren dus voor het eerst hieraan gestreamd. En ik heb dus denk ik wel 1,5 uur, niet achter elkaar, maar iedere keer in 2 etappes heb ik dus even staan gamen. En dat is zoveel fijner voor mijn rug. Dus ja, echt heel blij hiermee. En weer terug. Fijn hè? Heel chill dit. De camera angle van mijn computer is ook veranderd, waardoor je veel beter mijn buik ziet. Dus ik krijg veel meer reacties over mijn buik nu ook. Die ga ik jullie ook laten zien, maar ik ga eerst even mezelf omtoveren tot aantoonbaar. En dan zal ik heel eventjes voor de spiegel laten zien hoe de vorderingen van mijn buik zijn. Oh ja, ik zou de buik laten zien. Oh, dat ga ik eerst doen. Hi, welkom in mijn rommelbad slaapkamer. Ik weet niet of je het kan zien op beeld. Dit is de buiksituatie. Echt gewoon buikie al, hè? Het is nu week 18 en ja, zo is de buiksituation. Ik ga op kraambezoek zo, dus ik dacht ik doe wat leuks aan. En we hebben vanavond de crematie, dat is niet leuk, maar daarom ben ik in het zwart. Ik moet ook nog oppassen tussendoor op Flynn, want die heeft koorts. Dus die mocht niet naar de kinderdagverblijf. En ik hoop dat dit zwart blijft. Maar ik heb een alternatief. Als het vies raakt, dan kan ik een iets anders zwarts aan. Maar ik had heel erg veel zin in deze outfit. Maar nu storytime. Oké. Ik zie dat mijn batterij niet helemaal vol is. Dus als die wegvalt, ik probeer het gewoon zo snel mogelijk te vertellen. Het is namelijk ook niet echt een superleuk verhaal. Nicky en ik hebben besloten dat wij een andere verloskundige praktijk gaan nemen. En ja, dat heeft alles te maken met mijn buikgriep van vorige week. Ik voelde me toen echt niet gehoord door de verloskundige. En dat ga ik je nu vertellen. Maar ik kan dus nergens echt goed informatie vinden als je wil wisselen of dat überhaupt vaker gebeurt. Ik kan het nergens online echt goed vinden, dus ik voelde me echt een zeikwijf. En misschien ben ik dat ook wel. Maar nou ja, het ging als volgt. Ik had 's nachts buikgriep gekregen. Heel veel overgeven, kon echt niet meer bewegen, kon alleen stil liggen, niet eens praten. Praten was echt verschrikkelijk. Dus ik denk, ik app mijn verloskundige even van, hey, ik voel me echt heel slecht. Ik maak me zorgen over de baby. Ik heb denk ik buikgriep. Ik kan niet bellen, want als ik ga praten moet ik alweer overgeven. Is dit, ja, help. Weet je wel, is dit schadelijk? Moet ik me zorgen maken? Noem maar op. Nou, ik weet, als je appt, kun je niet meteen gelijk antwoord hebben. Maar ik zag wel dat de verloskundige online was op WhatsApp. Dus ik dacht, nou, ze heeft het in ieder geval gelezen.
Nou, 's middags kwam Nicky. Nicky moest alleen even de ochtend werken, dus die kwam thuis. En ik zeg, wil jij anders even bellen, want ik kan niet zo lang aan één stuk praten zonder het over te geven. Nou, Nicky bellen, geen gehoor. Andere nummer, ook geen gehoor. Nou, wij dachten echt, oké, ja, nou, wat moeten we doen? We dachten, nou ja, we hebben in ieder geval gebeld. Ze hebben gemist gesprek, dus ze zullen wel terugbellen op het moment dat ze dat zien. Hè? Ik kan me voorstellen dat de verloskundige druk is, misschien midden in een bevalling zit. Misschien wel twee bevallingen waar ze echt heel druk zijn. Dat kan ik me echt goed voorstellen. Dus in dat in mijn gedachten houdende, liet ik het maar zo. Maar ik voelde me nog steeds super slecht. Echt gewoon niks kon ik binnenhouden. Geen vocht, geen water, geen sparoot, geen melk. Echt gewoon niks. En eten, nou, daar moest ik al niet, helemaal niet aan denken. Alles kwam eruit. Als ik een slok water nam, half uur later, hele maag leeg. Met gal en alles. Dus aan het eind van de dag zeg ik, ja, we moeten toch... Dit kan niet goed zijn voor de baby. Ik heb helemaal niks, krijg niks binnen zo. Dus naar de huisarts gebeld. Nou, de huisarts nam ons gelukkig heel serieus. En die was heel bang, erg bang voor uitdroging. Ik had al bijna 24 uur niet geplast. En ik had heel erg dorstgevoel wel. Terwijl, als ik dronk, kwam het er meteen uit. Dus die gaf mij medicatie voor uitdroging. ORS is dat. Dat kun je innemen. En dat is een beetje dezelfde substantie als wat in je bloed zit. Het lijkt niet op bloed hoor. Maar het heeft soms zeggen dezelfde zouten en dezelfde pH-waarde. En dat neemt je lichaam dan sneller op. En een pil voor misselijkheid. Zodat, om dat braken tegen te gaan. Nou is die pil niet heel goed voor de baby. Maar uitdroging is slechter. Dus dat was dan zeggen de overweging die de huisarts nam. Van neem die pil nou maar. Want dan hoef je in ieder geval niet meer te braken. En dan kun je in ieder geval drinken. En misschien wat eten. Vooral appelsap en bouillon is goed om te drinken nu. Nou, ik kreeg echt hele goede tips. En werd meteen geholpen. Nou, Nicky die dingen halen. Ik denk aan het eind. Het was inmiddels avond. Ik denk, ik app even weer naar de verloskundige van. Nou, we hebben inmiddels contact gehad van de huisarts. En deze medicatie heb ik gekregen. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Op dit moment dacht ik, je had tot nu wel een berichtje kunnen sturen van, hey, ik heb je bericht gehoord, ik kom er morgen even op terug. Goed dat het is opgelost, zo. Nou, ook op dat bericht geen reactie. Dus ik had dit verteld tegen mijn schoonmoeder. Ondertussen waren wij natuurlijk ook heel erg gestrest over de opa van Nicky, die ook op die dag overleed. Die was in het ziekenhuis en nou, het was heel erg zielig en treurig. Dus we waren ook heel erg veel aan het praten daarover, in hoeverre ik kon praten. Dus ik voelde me dubbel slecht, want ik kon er ook niet echt zijn voor zijn familie. En nou, het was gewoon één grote donderwolk boven ons huis, denk ik. Maar goed, ik had dus tegen de moeder van Nicky verteld. En die was echt, echt woedend op onze verloskundige dat we niet geholpen werden. Gewoon als je vragen hebt, moet je eigenlijk meteen paraat staan. En ik snap dat het dan niet meteen kan als er iets van spoed is, dat snap ik. Dat wisten we ook op dit moment nog niet of dat het geval was. Maar op een gegeven moment, ja, het was inmiddels donderdag en ik had nog steeds niks gehoord van de verloskundige. En ik voelde me best wel slecht erover, maar ik wil ook niet een zeikert zijn, weet je wel. Want ik denk, ja, dan moet ik weer wisselen en dan zit ik bij een andere praktijk, moet ik weer helemaal opnieuw een band opbouwen met die verloskundige die dan bij me bevalling aanwezig zijn. Dus het is niet zo dat ze iets komen doen waar je niks, hè, wat geen impact op mij heeft of zo. Dus nou ja, toen had ik wel de overweging van, nou, ik wil gewoon niet dat die verloskundigen meer bij mij in de buurt zijn met mijn bevalling. Ik wil gewoon andere. Dus ik heb mail getypt, want ik dacht, ik ga niet bellen, want dan moet ik meteen huilen door de hormonen. Dus ik heb mail getypt, verstuurd. Nou, de volgende dag konden ze wel terugbellen. Heel bijzonder. Dat vond ik wel stom. Hallo? Hoi schatje. Ik ben aan het vloggen op de slaapkamer. Ja. En toen kreeg ik dus dat ze het gelezen had, maar echt gewoon vergeten was te reageren. Dat is een menselijke fout. Ik zeg ook, ja, dat is menselijk, maar dat is wel iets wat, ja, wat mij wel, ja,
mij wel heeft doen zetten om die stap door te zetten. Als zij nou had gezegd van, oh, we hadden 2 bevallingen en allemaal complicaties en het is erbij ingeschoten. Dan had ik misschien nog overwogen om te zeggen, nou laat maar, dan blijven we wel bij jullie. Maar het was letterlijk doordat ze het vergeten was. Ja, is het niet. Dus wij zijn nu, ik ben echt aan het mumbelen. Ik heb een afspraak gemaakt bij een verloskundige praktijk in Tiel. We zaten dus in Culemborg. En nu gaan we naar Tiel. En daar, die begrepen het heel goed. En die deden heel makkelijk erover. En ze vonden het vooral heel vervelend voor mij. Terwijl ik denk, oh, die moeten echt denken, oh, wat een zeikert krijgen wij nu erbij. Terwijl ik mezelf niet beschouw als zeikert. Ik voel me gewoon niet gehoord. Maar zeikert wil ik niet echt zeggen. Maar goed, nou ja, dat maakt ook verder. Waarom maak ik me druk om? Dat is eigenlijk het stomme. En ook mijn vriendinnen die ook zwanger zeiden, zei ook, je moet gewoon wisselen, joh. Dit is niet goed. Dit heb je nu meegemaakt ook, dus je zit ook niet meer comfortabel bij die ouwe. Dus gewoon wisselen. Nou, daar hebben we in week 20, 21 of zo, onze eerste intakegesprek mee. En ik heb een heel goed gevoel daarbij. En for some reason had ik altijd tijdens deze zwangerschap het gevoel gehad dat die verloskundige praktijk waar we zaten, dat die verloskundige daar niet mijn kind op de wereld gaat zetten. Dat gevoel had ik al de hele tijd, maar dat vond ik zo'n rare dat ik dat niet hardop uitsprak. Dus toch had ik naar mijn guts moeten luisteren, denk ik, al eerder. Maar goed, het is in ieder geval nu opgelost en we gaan onze journey met verloskundigen voortzetten in Tiel. Dus, ik vind het best wel een pittig verhaal. Ik heb er best wel mee gezeten. Het heeft me best wel veel stress gegeven. En dat vind ik kwalijk dat dat is gebeurd. En daarom wou ik het ook even in de vlog delen. Zodat ik later weet hoe ik hiermee om ben gegaan. Niet zo goed. Nou ja, ik had het niet anders kunnen doen of zo. Maar ja, ik wou wel dat het zo gelopen is. Ik had liever gewoon vanaf het begin bij dezelfde verloskundige gezeten. Maar ja, het is, sommige dingen heb je niet in de hand en dan moet je daar gewoon aan overgeven. Nou, dat verhaal is gezegd en nu ga ik lekker knuffelen bij mijn nieuwe vriendje Morris. Dus ik denk niet dat ik dat vlog. Tot de volgende!